I was made for this. Literally. Welkom allemaal. Dit is even een snelle video om wat gedachten kwijt te kunnen die ik over de afgelopen paar dagen heb opgedaan. Ik heb met Zack een paar games gespeeld. Onder andere die map op de Howling Abyss. En er zijn me een paar dingen opgevallen die me niet echt vrolijk maken. Ik heb heel erg goed gemerkt dat Zack een hele slechte 1v1 champion is. Hij doet zichzelf eigenlijk meer damage dan dat hij jou zal doen. Waardoor hij eigenlijk zichzelf killt. Die game die ik op Howling Abyss speelde, speelde ik Riven, waar Mr. Leggy de Zack speelde. Hij had 200 zoveel armor en ik had zelf geen armor penetration. En ik maakte hem helemaal kapot. Hij kwam zo laag omdat hij zijn ability aan het spammen was. En hij kon zijn blobs niet oppakken. Waardoor hij dus eigenlijk niet goed kon vechten tegen me. Wat ik ook heb ontdekt is dat als die blobs op de grond vallen, Zack is niet de enige die er overheen kan lopen. Enemy champions kunnen er ook overheen lopen. Als die er overheen lopen, lopen ze die blobs kapot, waardoor Zack zich niet kan healen. Daarom is het sowieso al vervelend om te duelleren. Nou, helemaal als je tegenstander heel erg mobile is, zo kan je gewoon niet van hem winnen. Dat is heel erg vervelend. Daarom denk ik dat Zack ook meer een teamfight champion is. En zelfs dat is een beetje dubieus, omdat als zijn blobs verkeerd vallen en in de enemy team vallen, kan je als Zack dus eigenlijk niks doen. Want die blobs worden dan meteen kapot gelopen. Dus dat is, ik weet niet, zoals hij er nu aan toe is, kan ik niet echt zeggen dat hij in de huidige meta past en dat hij niet echt een rol heeft. Maar goed, het is nog altijd even afwachten, want hij is nog steeds op public beta. Hij wordt nog steeds getest. Dus dat is nog allemaal afwachten van wat er aan veranderd wordt. Wat ik ook had gelezen was dat zijn health regen per 5 seconden heel hoog is, maar dat hij geen health regen level scaling heeft. Waardoor het eigenlijk early game heel goed is, maar naarmate je langer in game bent, zul je toch echt op regen items moeten vertrouwen, omdat hij gewoon niet in game skillt. Dus dat is ook al iets waarvan ik zeg van dat klopt niet helemaal. Ja, voor de rest, de volgende patch. Ja, Pony wordt op 3 punten al aangepakt. Hij wordt aangepakt op zijn W, zijn self-heal ability. En daar wordt hij heel bepaald aangepakt, want zijn cooldown die gaat van 14 seconden naar 8. Wordt dat verhoogd naar, van 18 naar 14 seconden. Wordt dat verhoogd naar 22 tot 14 seconden. Dus dat is echt belachelijk hoog. Dus ja, er komt ook nog eens ultimate op alle ranks wordt damage genurfd. Waardoor je gewoon heel wat minder damage doet. Het is zo erg dat je op het laatste rank verlies je zo gewoon voor niks. Verlies je al gauw 100 damage over het geheel. En dat is zoveel dat ik eigenlijk me afvraag waar de fuck hij het mee bezig is. En dan heb je ook nog eens een aantal nerfs, vooral op de spirit of die Elder Lizard item. Gaan ze de true damage die op het item zit, gaan ze dat verlagen. En true damage is sowieso altijd moeilijk om te balanceren. Maar nu als je level 1 bent, ja, je haalt dat item toch niet op level 1. Dus dat is een beetje, dat is niet echt waar je naar moet kijken, maar toch. De damage scaling is van 14 damage over 3 seconden tot 60 damage over 3 seconden, geloof ik. Verlaagd naar 6 damage over 3 seconden tot, ik geloof ergens in de 40 damage in de 3 seconden. Dat is een enorme nerf. Nou is het, ik heb het dan toevallig wel over Pony nu.
Maar het gaat meer over het geheel, want er zijn meer junglers die de Spirit of de Elder Lizard upgraden. En dat is eigenlijk ook een van de weinige Spirit items, sorry, die gepakt wordt door junglers. Dus ik vind het allemaal een beetje vreemd. En dan zie ik ook nog eens dat bijvoorbeeld Xin Zhao en Jarvan niet aangeraakt worden. Terwijl die de vorige patch genervd zijn, maar ik niet het idee heb gehad dat die patch ook maar enige zin heeft gehad. Want ik zie ze nog steeds solo queue domineren. Nou, dat was het eventjes voor nu. Het is, volgende patch. Ik weet niet, de volgende patch zou de 19e van maart moeten komen. Zoals het nu uitziet, kijk ik er nog niet echt naar uit. Ik hoop dat ze wat nerfs terugdraaien. En dat ze bepaalde laners, bepaalde champions, de veranderingen van terugdraaien. Zodat de zware nerfs die nu gegeven zijn, dat ze gewoon dat er niet gedaan worden. Want het is gewoon te vreemd waarom Riot nu dit doet. En ze zo hard aanpakt. Nou, dat was het dan. En dan hoop ik jullie weer te zien in de volgende video. Ik zal kijken, zodra de nieuwe map is uitgebracht, de houding heb is. Zal ik het met Destroy over hebben. En dan gaan we met wat fans. Gaan we dan wat arendpotjes doen. We weten niet of we dat dan in de nieuwe matchmaking queue gaan doen of gewoon in custom games, dat zien we dan wel. We moeten ook even kijken hoe hoog het animo is. En dan hopelijk tot de volgende keer in de houding hebben met jullie. Yo.